Hey, misschien kunnen we even uitleggen aan deze jongens van wat we gemaakt hebben. Want zij vinden het ook heel leuk. En dan kun je misschien even uitleggen van wat we nu gedaan hebben. Hoe het werkt. De Makey Makey en hoe het werkt. Moet ik gaan uitleggen? Ja, dat kun jij, want jij hebt het ook gemaakt. Ja. Misschien moet jij even uitleggen wat Makey Makey is. Nou, dat is dit apparaatje. Dat doe je op de computer. Deze zet je dan vast in de studeertjes. En dan kun je dan drukken. Dus vasthouden. En dan kun je die auto besturen. En dan dit is dan een spatiebal, dat staat in mijn hoofd. En dan kun je geluid voor me bij doen. En we hebben vleermuizen zeg maar, laten rondvliegen. En een auto neergezet. Achtergrond bijgemaakt. Ja. Misschien kun je even de programmeeromgeving laten zien, waar dat zit. Dan hebben we natuurlijk nu het spel helemaal vol in beeld. Dus wat Makey Makey houdt, vangt het toetsenbord. Dus als je op het moment op een pijltje toe drukt, kun je dat ook laten doen door bijvoorbeeld op deze ding. Ja. Dat is dat spul, dat kleuters. Ja, een beetje Play-Doh-achtig. Ja. Het leuke is, alles wat geleid, daar kun je eigenlijk een knop mee maken. En het leuke is, je moet dus elke stroompje maken. Dus je moet je even aarden en dan een van die dingen aanraken, zodat je eigenlijk een stroompje doorgegeven wordt. Want op het moment dat je daar dan drukt, wat gebeurt er dan, elektrisch gezien? Dan komt er een heel klein stroompje, wat je bijna niet voelt. Het leuke is dat als hij hem vasthoudt, en ik pak hem weer vast, en hier zie je het autootje. En dan kan ik hem sturen. Op het moment dat ik hem aflaat, gebeurt er niks meer. Dat is ook niet meer. Ze maken hem weer aanraken. Want waarom is dit? Oh, hij heeft hier. Hij heeft daar. Ik zie het nu. Ja. En op dat moment kun je dus eigenlijk. Nou, dit is een programmeeromgeving. Dus hier hebben we bijvoorbeeld een autootje hebben we neer. We hebben een achtergrond gemaakt. Daarna hebben we een auto uitgezocht die erin zit. En die auto kun je van allerlei dingen laten doen. Eigenlijk zeg je van wanneer je op start klikt. Dan moet je, als je op de pijl drukt, moet je 10 stappen naar rechts. Druk je op de andere, dan moet je 10 stappen naar links gaan. Dus zo kun je aan elke actie, zonder echt te hoeven proberen, kun je daar acties aan vast zetten. En je kunt de geluiden erachter zetten. Nou, eigenlijk kun je zo je eigen game maken. En dan ook je eigen game controlen. En dat is eigenlijk veel leuker dan wanneer ik altijd klaar speel. Natuurlijk. Stel nou eens, wat is die lange was de spatiebal, geloof ik? Ja. En de rode, dat was? De belte. Zo moet het. Ja, dat is ontzettend leuk. En dat mogen zij zomaar eens even mee spelen? Daar mogen zij zo even mee spelen, want wij hebben eigenlijk onze game hebben we nu af.